Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Stijn Beks. Ik ben lijsttrekker voor Groen voor het Vlaams parlement in Brussel. En ik woon met mijn vriend Ben echt in het centrum van Brussel. En wij houden echt van Brussel. Brussel is echt een hele fijne stad, maar er zijn heel veel uitdagingen. Bijvoorbeeld op vlak van onderwijs en bijvoorbeeld op vlak van mobiliteit en schone lucht. En daar wil ik heel graag werk van maken en dat kan Brussel niet alleen. Daarvoor heeft Brussel ook een sterke stem nodig in het Vlaams parlement. Want Vlaanderen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen voor Brussel en daar wil ik mee voor zorgen. Waarom stapt u in de politieke strijd? Wel, politiek is altijd iets geweest waar ik uh, mee bezig was, wat mij bezig hield. Ik heb vroeger ook al in het parlement gezeteld. Uh, maar op dit moment zijn er heel veel maatschappelijke bewegingen actief. Er zijn de klimaatbetogers die opkomen om de wereld te redden, daar gaat het echt over. Uh, maar je hebt ook hier in Brussel heel veel bewegingen rond schone lucht aan de schoolpoorten, rond veilig verkeer, omdat er echt regelmatig voetgangers en fietsers worden aangereden met zeer ernstige gevolgen. En dat zijn mensen die aan de politiek vragen, doe iets, verander iets. En uh, voor die mensen wil ik in de politiek stappen, omdat het echt belangrijk is dat die dingen ook effectief gebeuren. Welke quote heeft u gekozen? Wel, onze slagzin voor de verkiezingen in Brussel is. Brussel kan anders. Er zijn heel veel dingen die goed gaan in Brussel. Er zijn heel veel dingen waar we heel trots op mogen zijn. En ik nodig Vlamingen ook echt uit om naar Brussel te komen. Het is een fantastische hoofdstad. Maar we kunnen veel beter. Er zijn bijvoorbeeld 3000 kinderen in het lager onderwijs en 500 kinderen in het middelbaar onderwijs. die momenteel naar het Nederlandstalig onderwijs willen gaan, maar die hier geen plek vinden op school. Dan zeggen wij met Groen: elk kind dat in Brussel Nederlands wil leren, daar moeten we voor zorgen dat er daar een plek is op school. We willen ook voor tweetalige scholen gaan, omdat je daar echt nog meer die uh, meertaligheid van Brussel. die superdiversiteit uh, kunt uh, positief. Uh, Oppakken en daar echt iets een succes van maken. Dus dat zijn dingen die we willen veranderen in Brussel. Tegelijkertijd, ik zei het ook al, de, uh, de verkeersproblematiek. Uh, er, er rijden veel te veel auto's in Brussel. Uh, voor fietsers en voetgangers is het veel te onveilig. En ik droom echt van een stad waar, dat we, uh, waar mensen eigenlijk. Uh, niet alleen de fiets of het openbaar vervoer nemen omdat dat sneller gaat, want dat is vandaag al vaak het geval, maar ook omdat dat echt plezant is en omdat dat veilig is en omdat het gezonder is. Er zijn al heel veel voorbeelden daarvan in het buitenland, maar ook in België, bijvoorbeeld in Gent. En dat moeten we hier in Brussel ook echt doen. Dat wil ik veranderen. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ja, ik wil heel graag twee politieke voorbeelden noemen. De eerste is de voorzitter van mijn partij, Meyrem Almaci. Ik bewonder haar echt voor de geweldige energie waarmee zij de partij leidt, waarmee zij ook met die verontwaardiging van haar op het podium kan staan uh, in, in het uh, parlement. Uh, dus haar bewonder ik ten zeerste en, en misschien nog, nog in het bijzonder omdat ze eigenlijk uh, zo koppig haar eigen weg is gegaan. Misschien weet niet iedereen dat, maar als twaalfjarige heeft Meyrem... Tegen het advies in van het PMS noemde dat toen. Uh, en zonder dat haar ouders het wisten, heeft zij beslist om in plaats van naar een beroepsopleiding te gaan, zelf naar een ASO-school te gaan. En pas na een paar maanden heeft ze dat thuis verteld. En ze, was, ze had zo'n goede punten dat ze daar dan ook eens kunnen blijven gaan. En dat typeert daar geweldig die wilskracht uh, om het goed te doen. En daarom uh, is zij zeker een, een voorbeeld voor mij. Um, een tweede voorbeeld, uh, dat, dat zou dan Philippe Watteeuw kunnen zijn, de schepen voor mobiliteit voor een groen in Gent. Philippe heeft uh, nu al meer dan zes jaar geleden ongelooflijk zijn nek uitgestoken door te zeggen kijk, we gaan hier in Gent prioriteit geven aan fietsers en aan voetgangers. We gaan een circulatieplan maken waarbij de auto eigenlijk te gast is in de stad, maar hier niet meer uh, de lakens uitteelt. Daar was heel veel kritiek over van verschillende partijen in de oppositie. Maar zes jaar later moet je zien dat dat werkt: dat Gent echt een veel aangenamere stad geworden is. En dat de oppositie daar zelfs niks meer over durft te zeggen. Dat vind ik een voorbeeld, zeker ook voor Brussel. Het kan ook in Brussel en we moeten dat in Brussel ook echt gaan doen. Wat zijn uw politieke interesses? Ik zal uh, wat vertellen vanuit mijn eigen ervaringen. Ik ben zelf fietser in Brussel. Dus dat is zeker uh, een, een punt dat ertoe bijdraagt dat ik, uh, dat ik heel veel wil opkomen voor die veiligheid in het verkeer, omdat ik dat ook elke dag aan de lijve ervaar. Uh, maar ik ben ook voogd van een aantal uh, jonge vluchtelingen. En dan uh, leer je toch heel veel door met die kwetsbare uh, mensen om te gaan, dat mensen, en dat gaat niet alleen over vluchtelingen, dat gaat in het algemeen over mensen die minder kansen krijgen in de samenleving. Uh, dat die het soms heel moeilijk hebben, bijvoorbeeld om een betaalbare woning te vinden. En daarom vind ik het heel belangrijk. Wij moeten met groen uh, moeten wij zorgen dat die klimaatverandering dat die gestopt wordt. Daar zijn zeer uh, verregaande maatregelen voor nodig. Maar doordat wij zo begaan zijn, ook met die zwakkeren in de samenleving, willen wij dat die klimaatregeringen, want die moeten er komen, dat die ook echt een sociaal hart hebben. En dat is voor mij heel belangrijk. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ik zou graag iets, iets willen zeggen over Brussel. Daar zijn wij echt voorstander van dat de structuren uh, met al die gemeenten en dan het gewest en ook nog de gemeenschapscommissies enzovoort dat is een heel ingewikkeld kluwe. Uh, wij werken samen met Ecolo. Met Groen, want we vinden het heel belangrijk om over de taalgrens heen die contacten te onderhouden en samen naar oplossingen te zoeken. En wij hebben samen met ECOLO een plan uitgewerkt om heel veel bevoegdheden van de gemeente over te hevelen naar het gewest. Dus dat zou voor Brussel betekenen dat we niet telkens meer de toestemming van 19 burgemeesters nodig hebben om iets in verandering te zetten, maar dat we dat met het gewest kunnen doen. Dat is iets wat in Brussel zeker moet veranderen. En een tweede punt is toch dat wij op elk niveau van Europa tot Vlaanderen, tot zelfs op gemeentelijk niveau, dat wij toch eindelijk echt eens moeten werk maken van die oproep van die jongeren. We, moeten, we hebben nog twaalf jaar, we moeten nu de wereld in verandering zetten. We moeten echt klimaatmaatregelen gaan nemen, onze huizen goed isoleren, zorgen dat we energiezuinig eh, ons kunnen verplaatsen. Dat zijn echt dingen die we eerder vandaag dan morgen moeten doen. Die klimaatregeringen die moeten er komen en daar willen wij met Groen echt voor gaan. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb wat getwijfeld tussen mijn vouwfiets en uh, mijn Cambio-kaart. Maar ik heb mijn Cambio-kaart meegenomen. Die is uh, lichter en, en gemakkelijker om mee te nemen. Um, dus ja, ik heb geen auto. Ik heb een tiental jaar geleden mijn auto verkocht. En uh, sindsdien uh, ga ik vooral met de trein en met de fiets. Maar heb ik zo'n een, een Cambio-deelauto om. Uh, in noodgevallen de auto te nemen of als ik het echt nodig heb om boodschappen te doen of zo. En ik vind dat ongelooflijk gemakkelijk. Die deeleconomie, ik geloof daar ook echt heel sterk in. Ik zeg niet dat iedereen een deelauto moet nemen, maar er zijn heel veel dingen die je maar af en toe gebruikt en die je dan beter eens kan lenen dan dat je ze zelf gaat aankopen. Um, en bijvoorbeeld op het vlak van, van auto's. Ja, zeker als je in de stad woont heb je maar weinig een auto nodig. En zo één cambio auto die vervangt ongeveer tien Auto's in de stad. Beeld u in hoeveel open ruimte dat we kunnen creëren, hoeveel parkeerplaatsen nuttige ruimte kunnen worden wanneer we massaal gaan autodelen. En het is bovendien niet duur. Ik betaal al minder dan 10 euro per maand abonnementskosten en dat heb ik er graag voor over, want het is ongelooflijk gemakkelijk.